Er staat een bonte kroeg in een droomstad. Het pomphuis. En in de keuken huist een demontje. Die heet Kirk. Op avontuur met Joardy en Lexus. Heeft hij scheid aan de maatschappij. Gelach en ontlasting. Hier in het pomphuis. Oké dan, guys. Hebben jullie genoeg gedronken? Nice. Dit is Rakia. Heeft een staanappartement, dus dat betekent ook staan slapen. Woont in een rustige buurt en heeft genoeg plek voor opslag. Soms hangen er wel eens hangjongeren, maar volgens Rakia heb je daar niet echt last van, want de woonkamer is aan de andere kant. Rakia heeft een boot op de Schilse plassen. Voor zo'n dag als vandaag. Koningsdag. Ideaal. Ik haat varen, man. Alleen een jacht. Snap je? Alleen een jacht. We kunnen beginnen met bieden. Eenmaal, andermaal. Verkocht aan de man met zacht gezicht. Dit is Orima. Hey! Moeder van 4, heeft een groot sociaal netwerk offline gezien, want dat vindt ze belangrijker. Organiseert vanaf haar studentenjaren bruiloften. Orima heeft door haar balletverleden dikke kindervoet opgelopen. En daar heeft ze wel een indrukwekkend boek over geschreven, genaamd Bolvoet, 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 Bolvoet. Bro, vertel even wat meer over die kids dan. Ja. Kinderen. Kinderen zijn oud genoeg om zelf naar school te fietsen en kunnen het heel goed met elkaar vinden. Fucking gezellig, man. Dat kan geboden worden. 125.000 miljoen. En de winnaar is de grote baby aan de achterkant van de bar. 125.000 miljoen. Voor de laatste kandidaat hebben we urine. Urine bekleedt een hoge functie in het bankleven, waarvoor ze ontzettend veel reist. Denk aan landen als Dubai, Scandinavië. Ze is de beste vriendin van de dochter van Ronald Koeman. Dat laat ze graag op Instagram weten. Urine squasht op hoog niveau en heeft een relatie met een gameontwikkelaar. Shit man, wel money hoor. We kunnen beginnen met bieden. Nee, Kirk, moet je niet bieden op deze dame? Bij de hand. Eén kleine kanttekening. Ze zit in het laatste gedeelte van een 2 jaar lang durende rechtszaak. In het goede geval krijgt ze 2 ton, maar aan de andere kant is er ook een kans dat ze 4 jaar de gevangenis ingaat. De man met de blote chest. Kandidaten mogen met de winnaars gaan ruilen. Is het goed? Ja. Hoe laat gaan ze naar bed? 3:30. Hij staat buiten om een hoek, tegen een paaltje. En waar staat de boot? Wat lusten ze absoluut niet? Bloemkool. Bloemkool. Hey, veel plezier met de kids, man. Doeg, doeg. Goh, wat ben ik blij dat dit geen koffietent is. Hè? Snap je, we willen de boeken in, toch? Wedden dat ze nu in die koffietenten met Koningsdag ook eens fucking naps doen? Ja, een kind met een blokfluit of zo. Ja, man. Nou, een gezellig kroeg heb je hier. Hoe weet jij dat nou, man? Je bent net binnen. Het is Koningsdag, schat, en ik ben lam nu, dus ik vind alles gezellig. Kan ik u, of je, interesseren voor een giftig of ongiftig slokje van het een of ander? Nou, dat kan maar lekker vlot uitslopen ook. Waar is de vrouw des huizes? Staat hier buiten broodjes warm vlees te verkopen? Zo, zo. De vrouw des huizes die bestaat niet. Ik ben momenteel niet in een wielklem te vinden die zichzelf relationship noemt. Nee, 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 nee. Je kan wel zien waarom niet. Oké, hoge attitude. Geinig. Nou, wees blij dat je op zo'n leuke dag als Koningsdag niet in een of andere kudde volle koffietent zit, man. Nee, daar ben ik al de hele week. Ah, zie, ik wist het wel, man. Klopt iets niet aan jou, man? Vieze koffiegangen, niet meer doen, hè? Nee, niet als klant, lul. Denk je nou? Ik ben namelijk ondernemer en het zijn vooral koffiehuizen die ik open. Ja, de koffiekroeg. Ja, waar leesfeesten niet verboden zijn. Fucking hell, wat heb ik gewoon de eindbaas voor alle slechterikken in één hier aan mijn bar zitten. Hoe kan jij jezelf nog in de spiegel aankijken, man? Als je ziet wat voor toffe sfeer hier hangt... vergeleken met die ondernemingen van jou... waar alleen maar silo's en robot over de vloer komen die koffie willen hakken. Nou, weet je, door die robot hoef ik in principe niet meer te werken. Can you blame me? Nee, hè? Je kan me wel kwalijk nemen dat jouw vergunningen niet meer worden verlengd. Wat zeg je? Ze lopen af, hè, je vergunningen. En wil het nou net dat ik al een oogje had op deze locatie? En wil het nou net dat ik die vergunningen wel heb gekregen? Oftewel... je kijkt hier naar de nieuwe eigenaar van het pomphuis. Dat zal betekenen... 1 en 1 is 2, dus dan betekent dit dat... Het pomphuis wordt het koffiehuis. Wordt het koffiehuis. Wordt het koffiehuis. Wordt het koffiehuis.